Goed, we gaan nu door met het tweede gedeelte van dit hoorcollege, hoorcollege 2 over openbare financiën. En we hebben nog 9 starts te gaan. We gaan nu kijken naar het berekenen van diverse quota. En daarvoor verwijs ik je naar paragraaf 2.1.1, waarin we dus een quote kunnen gaan berekenen. Misschien goed om eerst even te vertellen dat een quote dus het getal is wat ons dus in procenten iets weergeeft van het BBP. Dus laten we zeggen dat we bijvoorbeeld een loonquote hebben, dan is het onze uitgaven aan de lonen ten opzichte van de BBP. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een exportquote, et cetera. Goed, weet in ieder geval dat de omvang van de collectieve sector wordt bepaald door de collectieve uitgavenquote. En de collectieve uitgavenquote die berekenen we dus op deze wijze. We gaan onze collectieve uitgaven bij elkaar optellen. Dat delen we door onze BBP en dat vermenigvuldigen we met 100. En dan krijgen wij dus een percentage uit ons quote. De vraag aan jullie is dus: wat zegt de collectieve uitgavenquote ons? En hoe zou je die dan kunnen gaan interpreteren? Om daar antwoord op te kunnen gaan krijgen, neem ik jullie graag mee naar de volgende slide. Wij zien hier onze collectieve uitgavenquote tussen 1850 en 2015. Dus het is even van een paar jaar terug. Maar het is meer dan voldoende om ons in ieder geval een beeld te geven van wat hier nou eigenlijk aan de hand is. Nou, als we naar dat plaatje aan de rechterkant kijken, dan zal het niemand zijn ontgaan dat we hier een geleidelijke stijging door de jaren heen zien. Met natuurlijk af en toe even een spike omhoog en een spike omlaag. Maar de trend is duidelijk. En we zien dus dat het steeds na een crisis weer even wegzakt, maar altijd weer hoger komt dan voor de crisis. En dat noemen we dan de plateau-theorie. En in dit geval zien we dus dat we steeds meer zijn gaan uitgeven aan onze collectieve uitgaven ten opzichte van ons BBP. Dus nou, als we het hebben over een verzorgingsstaat, dan is dat hier wel heel erg duidelijk te zien. En we zien dus ook in de crisis van 2008, hè, de laatste crisis die we tot nu toe hebben gehad, zien we dus wederom ook daar weer een daling in zitten. En nou, onze plateau-theorie die vertelt ons dat als het goed is, zodra de kosten weer verder zullen gaan stijgen en dus ook in percentages van onze BBP dat weer zal gaan toenemen. In dit geval is het ook goed om even, al klinkt het heel abstract, ook mee te nemen dat er dus ook een teller en een noemer-effect is. En dat is dus het getal boven het deelteken, de teller, en het getal onder het deelteken, de noemer. En op het moment dat ons BBP stijgt, dan bij gelijkblijvende collectieve uitgaven, dan zal natuurlijk ons quote gaan dalen. In dit geval zien we natuurlijk dat in onze samenleving de gezondheidskosten steeds verder toenemen. En op het moment dat onze zorgkosten in verhouding tot ons BBP verder toenemen, ten aanzien van ons BBP, dus we kunnen alsnog economische stijging krijgen, maar op het moment dat onze zorguitgaven verder en sneller accelereren, dan zal ons quote alsnog gaan toenemen. En dat is wat we dus in heel veel landen zien die dus aan het vergrijzen zijn. Dat dit percentage van onze collectieve uitgavenquote dus continu blijft doorstijgen. Dan neem ik u nog even mee door dus een aantal van deze economische theorieën en de zogenaamde wetten. En we beginnen met de wet van Wagner. Dit vind je overigens allemaal in paragraaf 2.2. En de wet van Wagner die stelt dan dat de bevolking, als die slimmer wordt, er dus sprake zou zijn van hogere collectieve uitgaven. Nou, de plateau-theorie hebben we in de vorige slide al besproken. Dan heb je het Boemel-effect. Dat betekent dat in veel sectoren de arbeidsproductiviteit stijgt, maar we zien dat in de dienstensector, waaronder zorg en onderwijs, dat achterblijft. Dus de arbeidskosten die stijgen per product wel door, want werknemers in deze sectoren die verlangen natuurlijk wel dezelfde eventuele loonstijging. Alleen we zien dus dat hun productiviteit niet echt toeneemt. Dus een leraar gaat niet ineens nou ja, meer lessen kunnen draaien of ineens heel veel betere lessen kunnen draaien. We zijn natuurlijk in die zin geen machines waar je continu met betere techniek meer productie kunt gaan draaien. Terwijl we dat natuurlijk bijvoorbeeld in de logistiek wel anders zien, hè? Of in de high-tech waarin met behulp van automatisering er een enorme productiestijging plaats kan vinden. Nou, dat is natuurlijk in de zorg en in het onderwijs net wat anders. We hebben ook nog onze public choice theory. En dat betekent dat de politieke partijen natuurlijk ons als burger heel graag te vriend willen houden als wij gaan stemmen. En dat is wat we dus heel vaak zien, dat er allerlei beloftes worden gedaan die dus geld gaan kosten en waardoor dus onze uitgaven daarvoor gaan stijgen. Maar daarmee hebben ze dan wel onze stem te pakken.
Verder kennen we ook nog als laatste het vliegwiel van Kesselen. En dat houdt in dat door de hoge arbeidskosten de vraag naar arbeid gaat dalen. En op het moment dat de vraag naar arbeid daalt, stijgt dus onze werkloosheid. En daarmee nemen ook onze uitkeringsuitgaven weer verder toe. En omgekeerd geldt het uiteraard ook. Dus verruiming van de werkgelegenheid kan het dus gaan omdraaien. Waardoor dus wat we hebben gezien in de jaren 80 door collectieve uitgaven weer daalde. Dus toen zagen we dat, dat dus de vraag naar arbeid steeg na de oliecrisis. En daarna dus ook de uitkeringsuitgaven in zijn totaliteit weer afnamen. Waardoor dus onze collectieve uitgaven daalden ten opzichte van ons BBP. En daarmee dus onze collectieve uitgavenquote procentueel gezien dus inderdaad daalde. Nou zouden we Nederland niet zijn als wij niet heel goed op ons portemonnee willen letten. En we gaan dus op dit moment eventjes kijken naar, naar het stuk wat ook in paragraaf 3.4 besproken wordt, namelijk de kosten van de collectieve sector ten opzichte van de houdbare overheidsfinanciën. Want hoe houdbaar zijn de financiën dan? Nou, als we kijken naar de maatregelen die deze twee kabinetten genomen hebben, hier voorgaand, Rutte 1 en Rutte 2, dan zien we dat ze de AOW-leeftijd hebben verhoogd en nog verder gaan verhogen. Dus dat gaat geleidelijk oplopen. Dus ze zijn verder aan de slag gegaan met het laten dalen van de hypotheekrenteaftrek. Dus dat willen ze langzaamaan verder gaan afbouwen. Verder hebben we gezien dat de fiscale ruimte voor een aanvullend pensioen ook is afgenomen. Er is flink bezuinigd op de langdurige zorg. En daarvoor hebben ze dus geprobeerd om vooral mantelzorgers te gaan aanmoedigen dat werk te gaan overnemen. En ten slotte hebben we gezien dat er een hoop bezuinigd is op het openbaar bestuur. En daarmee bedoelen wij dat er een hoop ambtenaren de laan uitgestuurd zijn. Nou, op het moment dat wij dus onze financiële overzichten kunnen gaan bekijken, dan komen wij dus tot uiteindelijk de conclusie dat we een overheidssaldo hebben. En dat wij dus in Nederland uiteraard nog steeds een overheidsschuld kennen. Dit wordt in paragraaf 3.1 ook besproken. En nou, de vraag die ik eerder ook als lesdoel stelde, waarom is het reduceren van het financieringstekort nou zo wenselijk? De vraag aan jullie is, bedenk hier minimaal twee redenen voor. Als we deze gaan beantwoorden, nou, de eerste die we natuurlijk sowieso kunnen gaan geven is, op het moment dat onze staatsschuld verder gaat stijgen, moeten we dus ook steeds meer rente gaan betalen. Dus dat is vervelend. Dat wil je niet, dat zijn onnodige uitgaven. En op het moment dat wij nu een financieringstekort gaan hebben, dat betekent dat wij zelfs moeten gaan bijlenen om dus ons financieringstekort voor het komende jaar, om dat gat te gaan dichten. Dus we hebben eigenlijk tweeledig een probleem. Enerzijds moeten we dus nu extra financieringen gaan bewerkstelligen. Nou, dat kost geld. Maar het kost ook nog geld op de lange termijn. Want we moeten natuurlijk daar weer rente over gaan betalen, terwijl we onze lopende overheidsschuld nu ook nog eens een keer moeten gaan zien af te lossen. Dus we betalen over ons huidige schuld al rente, laat staan als we nog meer moeten gaan financieren. Dus dat is eigenlijk een tweetrapsraket die negatief is voor een land. En vandaar dat Nederland al een reeks kabinetsperiodes bezig is geweest om het langzaamaan te gaan afbouwen. We zien ook een daling vanaf 2014, waarin we dus van dik boven de 400 miljard euro inmiddels in 2020 een overheidsschuld zouden hebben van 397 miljard. Maar we hebben nu natuurlijk te maken met de coronacrisis in dit jaar. En dat betekent dus dat dit plaatje eigenlijk weer de prullenbak in kan. En onze overheidsschuld weer ver boven de 400 miljard zal gaan komen. Dan naar het laatste blok. Dat is namelijk het thema Europese Monetaire Unie. En we zijn natuurlijk als Nederland lid van de EMU en dat betekent dat wij ook een EMU-saldo en een EMU-schuld moeten gaan doorgeven. En dat vinden we ook in paragraaf 3.1 en in paragraaf 14.4. Dat betekent dat we moeten gaan voldoen aan twee eisen. Die eisen die zijn samengevat in het Stabiliteits- en Groeipact, het SGP. En dat vertelt ons de twee volgende criteria. Namelijk het begrotingstekort mag niet boven de 3% zijn van het BBP. En tenslotte moeten we ook nog ons staatsschuld onder de 60% van het BBP houden. En nou ja, waarom is dit? Ja, omdat we natuurlijk een aantal dingen willen gaan voorkomen. We willen natuurlijk niet dat landen failliet kunnen gaan. Nou, stel dat er een buitensporig tekort is, nou, dan zien we toch dat het flexibel is indien het overmatige tekort tijdelijk is. Hè. Dus als we een hele goede reden hebben waarom we er even tijdelijk boven zitten. Ook als het een resultaat is van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een economische crisis. Maar dus ook in dit geval een coronacrisis.
En het is goed om mee te nemen dat wij dit thema verder nog zullen gaan uitdiepen bij het vak Europese integratie, wat ik jullie ook zal gaan geven. Of inmiddels al gegeven heb, mocht jij de route anders lopen. Hier zien we een plaatje 2018 en ik heb de dots dus zo gemaakt dat we de antwoorden nog niet kunnen zien. Het zijn zes landen plus een EU-gemiddelde en dit gaan we dus ook in het college behandelen, waarbij ik dus nu de antwoorden ook even niet laat zien. Dan onze laatste inhoudelijke slide. Als we gaan kijken naar de EMU-saldo en het EMU-schuld wat we dus hebben, dan zien we daar aan de linkerkant de ontwikkeling van onze EMU-saldo. En nou, daarin zien we dat we dus nou ja, onze grenswaarde 3% zou moeten zijn. Hè. We zien dat we daar zeker voor de jaren 95 heel vaak eronder zijn gekomen. Vervolgens zien we dat ook terug in, in het herstel vanuit de financiële crisis die we hebben gehad. En daarna zien we dat we zelfs een positieve EMU-saldo hebben gehad in procent van de BBP dus, van de afgelopen jaren. Maar ik verwacht dus nu in 2020 dat dat weer negatief zal gaan zijn. En aan de rechterkant zien we ons andere plaatje, dus de 60% die wij hier niet mogen gaan overschrijden. En nou, daarin zien we dat we het als Nederland zijnde best netjes aan het doen zijn. We zien wel dus dat we na de crisis hè, vanaf van 2008 er een enorme stijging is geweest van ons schuld. In procenten van het BBP uiteraard, maar ook... maar ook in absolute getallen, hè, want we hebben net al gezien dat we een tijd zwaar boven de 400 miljard hebben gezeten. Daarna hebben we dat langzaamaan kunnen afbouwen. En we zitten als Nederland zijnde ook nu echt wel bij de top van landen die hun financiële huishouding netjes op orde hebben. Dat wat betreft dit inhoudelijke gedeelte. In de lesson-up slides zul je nog zien dat er nog verwerkingsopdrachten zijn. Daar kunnen we nog even heen gaan. Verwerkingsopdrachten zijn vanuit transfer van HBO naar het werkveld. Ik vind dat heel belangrijk. Elk college doen we dit. Ik neem jullie mee in een aantal onderdelen die wij hier terug gaan vinden in boeken die jullie kunnen gaan doseren. Met dus ook een aantal opdrachten die ik met jullie in het college graag wil gaan bespreken. Hierachter vind je nog wat lesmateriaal ten aanzien van Prinsjesdag, want dat hoort bij dit thema van openbare financiën. En goed, doe daar je voordeel mee als je hier wat mee wil doen. Bedankt voor het kijken. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze tweede en hiermee ook laatste kennisclip behorende bij Hoorcollege 2 Openbare Financiën. Ik zie jullie graag in het college.